vind ik het echt heel bijzonder dat we 40 jaar onafhankelijkheid kunnen vieren. Omdat we met alle Cavendiaanse organisaties in Rotterdam, die zijn samengekomen. Dat vind ik wel heel mooi om te zien dat mensen niet individueel aan de slag gaan, maar dat we samen onze krachten hebben gebundeld. De Afrikaanse wijk is echt een multiculturele wijk. Je hebt echt heel veel verschillende culturen hier. Dus dit is de hoofddoek uit Nigeria. Hoe zij het traditioneel doen op feestjes en bruiloften en zo. Dit is de Cria Familia. Dit is een onderdeel van het Rotterdam Volkstheater. Het is een capoeira groep. En ze zijn een echte familie, zoals de naam het zegt. Cria Familia. We staan hier op het festival Made in Africa. Welk land vertegenwoordig jij? Ik vertegenwoordig het land Kameroen en de naam van de stichting betekent ook in de Kameroense taal bij ons thuis. Wij hadden hier vroeger in de Afrikaanse buurt het Nelson Mandela Festival. Dat was echt een begrip, een heel leuk festival. Dat hield op te bestaan en zowel Maria van Stichting Abrassa als ik hadden allebei zoiets. Er moet hier weer een Afrikaans festival komen, dat hoort hier gewoon. Je ziet er heel mooi traditioneel uit, waar komt hij vandaan? Ik kom uit Niger. En ik behoor tot het volk Tuaregs. Wij laten zien ook spullen die handmatig gemaakt worden door vrouwen in Niger, de Tuaregs vrouwen. En de opbrengst van alles wat hier staat gaat gewoon naar een waterproject voor die vrouwen. Dames, jullie zien er mooi uit. Ja, dankjewel. Dankjewel. Jullie hebben net een modeshow gelopen, hoe ging het? Ja, het goed. Ja, die zien gewoon naar Afrikaanse kleding, alleen maar zeg maar in een andere stijl, zeg maar van Afrika. Dus we hebben dan gedaan van onze Cape Verde-eilanden dan die kleding. Nou, mijn moeder heeft ons echt toen we vanaf kleins of zo onze cultuur bijgebracht. We hebben altijd Cabriaans gesproken thuis en we kennen onze verhalen. Maar ik heb heel veel Cabriaanse vrienden die dat niet kennen. Ik had laatst een vriend die aan mij vroeg van, geven jullie geen Cabriaanse les? Want zijn vader had hem gebeld voor zijn verjaardag en hij kon geen Cabriaans terugpraten. Dus dat is ook een van de dingen wat wij doen. De jongeren vooral weer in contact brengen met hun cultuur, want dat is wel belangrijk. Hoe belangrijk is dat de festivals dit wordt georganiseerd, denk je? Ja, ik vind het fantastisch. Ja, want zo kunnen wij onze cultuur ook een beetje laten zien. Ja, grog is wel een bekende drank uit Cape Verde. Het is een hele sterke drank. Ik weet niet hoe het is, want ik heb het nog nooit gedronken. Maar wil je het proeven? Ja, lekker. Wil je het mee? Smaakt naar spiritus. Nou? Spiritus. Spiritus. Lekker.